Ik sta hier met Bjorn en die komt uit België. Waar kom je precies vandaan? Helemaal uit België. Provincie Antwerpen, van Heist tot den Berg. Ja, helemaal uit België. Ja, een uur en een kwart rijden, maar dat hebben we zeker over voor zo'n dag als vandaag. Ja. Geen probleem. En het was voor jou de eerste keer dat jij de hele marathon liep, toch? Ja, dat klopt. De eerste. Juist een halve marathon gelopen in Heist tot den Berg, maar deze eerste volledige. En hoe ging het? Super, echt heel content. Rustig begonnen en de laatste 10 kilometer waren de snelste, dus ik kon me niks beter voorstellen eigenlijk. Een week ziek geweest en dan zo'n marathon kunnen lopen is echt leuk. Echt fijn. Dat is heel knap. En wat was voor jou het zwaarste stuk van de marathon? De laatste 3 kilometer waren de zwaarste kilometers, maar ook de meest plezantste. Vooral door de muziek en door de ambiance van de mensen. Dat is typisch Nederland. Alle mensen echt meegaan met hier, dat vind ik geweldig. Ja. Echt waar. Top. Ja, enthousiast zijn ze hier zeker. Ja, enorm, enorm. En nu? De Belgen. Anders dan de Belgen? Ja, toch wel. Toch veel vriendelijker, jovialer. Zeker en vast. En nu? Ga je nu een feestje bouwen? Het zal even iets drinken zijn, andere kleren aandoen en dan zullen we zien of dat lukt. Maar het feestje is van binnen al begonnen, zo. Ja. Zeker en vast. Nou, hartstikke gefeliciteerd met je geweldige prestatie en ik hoop je volgend jaar weer te zien. Zeker en vast, zeker en vast. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door SOM Media, Ergon, Sint Anna Top Support, Van Echtom Security, Get Banneret en Communits.